bent ervoor. Je kunt dus naar beneden kijken. Niet de kunst in een ivoren toren boven u. Maar je kunt op mij kijken. Nou, dat kan twee kanten. Welkom in het bijzonder. Wethouder Wittelaar, die hier vanavond ook is. En ook een rol vervuld. Raymond van Boga, die straks op het woord komt. En natuurlijk ook Hester Speurwater. Als levende kunstenares en de geest van Christina of geesten waar ik je zeker vanavond rond gaat het nog merken. Maar het gaat erover dat wij cultuurhistorie en actualiteit willen confronteren met de kunsten die wij laten zien. Het is niet nieuw voor ons museum, maar in principe staat het zelfs in de statuur dat we de kunst en cultuurhistorie controleren. Dus het is nieuw, maar ik denk dat u vanavond hoe je dat ook goed doet. Christina, dat er nog niet zoveel vragen op is met de borg, is natuurlijk een kunstenares uit de 17e eeuw die in het Zwolse geresideerd heeft en gewerkt heeft. Veel mensen kennen haar ook naar de Michele van Borg Oude, de jongen en noem maar op, iedereen kent het wel in Zwolle, woont en leeft en die geschiedenis kent. Maar dan is het schurwaard. Waarom is het schurwaard? Nou, dat is die man. En ik begrijp dat er een aantal tentoonstellingen verblijf waren gelukkig, want dat moet allemaal gelijk de tentoonstelling in mijn hoofd. Er was één die tentoonstelling was van Christina Kertal. Vergeet dat, maar het is natuurlijk onzin. Als u ziet deze tentoonstellingen en de zalen die zijn ingericht, wil ik toch voor één keer, en hopelijk niet altijd te vergeten, maar vandaag zeker, om alle medewerkers in CMU Zwolle die zo hard gebuffeld hebben, en ook de stagiaires die daar bovenaan die geweldig werk hebben, allemaal te bedanken voor hun inzet, want het is gigantisch gebuffeld, 100 liter verf, allerlei vragen en stoeltjes en technieken erin. Medewerkers, jongelui, hartelijk dank. Dames en heren, enkele huishoudelijke mededelingen voordat ik met haar en ik veel aan boven vraag. Er is straks, zijn de catalogen gekomen bij de Bali van 12.50, maar dat is een schamel bedrag. Hester is bereid om dit vanavond voor u te signeren, dan gaat ze achter de tafel zitten. Ook Marjan is bereid om te signeren. Ik zou zeggen, krijgt u wat. Koop die catalogen, dus laat ik signeren, want u weet het nooit. En ik denk dat dat zeker het geval is. Hester wordt heel beroemd. Ze komt binnenkort op een groot boek van haar eigen uit Zwitserland. Ik zou zeggen, krijgt u wat. Een andere mededeling die minder prettig van aard is, is dat het niet toegestaan is om de drankjes mee te nemen in de tentoonstellingszaal, nog in het Drostenhuis. Wel in het café en in de filmzaal en als u wil roken of buiten wil staan in de tuin. Maar niet in de Drostenhuis in de tentoonstellingszaal bij gezien. Mevrouw, welke in? Dan ga ik het spreken om het te doen. Dankjewel, dat gaat ook. Inspirerend om hier te zijn, maar ook in deze tentoonstelling. Ik vind het ongelooflijk mooi een museum en beweging gemaakt van kunst uit de geschiedenis te verbinden met hedendaagse vraagstukken. We hebben daar al eerder over gesproken, maar met deze voorstelling, deze expositie, wordt daar een hele mooie link gelegd naar Hester. Prachtig. Maar ook wel een beetje naar mij, want ik wil het. Maar ik wil wel persoonlijk iets delen als vrouw in het openbaar bestuur. Dat ik variëer van een grote wethouder. En als er nog een vrouwelijke wethouder wordt weggekund, dat ik vast dus gedenken. Tot mag ik de heren wethouders uitnodigen dat de wethouder als vrouw aanwezig was. En dat was toch wel duidelijk. Dat varieert van dat decolleté, kan dat wel als wethouder. Tot door niet te streng en straks denk ik dat je in dames bent. En dat komt ook voor, consequent moet uitleggen dat ik niet de vrouw van de burgemeester ben, niet de vrouw van mijn collega wethouders, maar zelf de wethouder. Ik doe altijd met een grapje, als ik dat zie gebeuren, dan zeg ik, kijk, ik ben de wethouder, dat je niet denkt dat ik ook niet van mijn jou ben. En vaak zit ik mensen bij van en ik word het hilarisch. Maar ik vind het altijd erg mooi als ze met blos op de wangen zelf de heren dan weer een beetje afduiden. Daarnaast is het ook heel erg mooi. Om als vrouw in het openbaar bestuur aan het werk te zijn. Gewoon te weghouden en los van het feit dat je man of vrouw bent. Dat is ook een hele mooie ervaring. Ongelooflijk mooi.
Minecraft Museum, wat hier binnen zoveel moois te bieden heeft, dat ook direct aan de buitenwereld te tonen. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen langslopen zonder in de gaten te hebben dat het hele museum aan hen voorbij gaat? Nou, met deze mooie projectie kan het niet anders gaan dan dat ongelooflijk aanspreekt. Mensen doet herkennen en doet denken, hé, wat zou daar allemaal zijn? Laten we naar gaan kijken. En in dit geval gaat het over die vrouwen. En over die vrouwen en mijn eigen vrouwen, ik kan nog 100 verhalen vertellen. En misschien moet ik dat ook doen. Eerst het verhaal is... Laat de tijd. Ik wou graag dat het eerste verhaal is... ik ben helemaal van mijn afspraak gekomen. Nou ja, ik begon al halverwege april, dat ik weer wethouder. Wat voor wethouders had ik al gehad? Nou, Adriaan. Even denken hoor. Ja, van de week was er nog zoiets. Ja, ik ben nu even de tijd ook, want van de week heb ik allemaal het verhaal meegekregen van het kabinet van beide vrouwen. Ik zat op een boot vol mannen en de burgemeester van een gemeente, ik wou bijna de gemeente zeggen van laat ik dat niet doen, zei wat een gezeur met al die vrouwen. En daar ben ik even bij aan, terwijl ik er nog niets over gezegd had. En dus we hadden toch wel even sinds, het is nog net uit te kijken. Ik ben echt, ik ben niet verstaan. Een paar mensen hier uit de omgeving van Zonnemeer. Ja, oké. En nog iemand is ervan. Dat is een ster met zijn vriendin. Ja. En van de trip weer, onder andere vanuit ook de Zonnemeer. En Jasper is er. Ja, die had ik gezien. Ja. Heel leuk dat ik zo kwam naar Amsterdam ook weer gekeken op het station. Als de afloper. Leuke jongen.